Achter ons staan goede gebruikte industriële robots, geschikt voor de verkoop. Gebruikte robots dus. Het Brunsumse bedrijf Irsa weet er alles van. Het bedrijf koopt de robots op, geeft ze een grote beurt en verkoopt ze weer. Maar waarom zouden bedrijven gebruik willen maken van een gebruikte robot? Omdat een nieuwe robot voor veel bedrijven als instap veel te duur is. Bedenk bijvoorbeeld zo'n robot wat hier achter me staat. Als je die nieuw moet kopen, ben je 50.000 tot 60.000 euro kwijt. En heb je alleen maar de robot. Dan heb je nog geen programmering, niks. Als je dan denkt aan zo'n gebruikte robot als dit hier. En je in goede staat, nou, dat ligt ergens rond de 10.000 euro. We kennen de robot allemaal uit de automobielindustrie, waar het op dit moment niet goed gaat. Maar zijn er nog andere industrieën waar de robots gebruikt worden? De houtindustrie, de meubelindustrie, de chemische industrie. En dan moet je denken aan het pakken en het stapelen van zakken. Maar zelfs in de amusementsindustrie. Je moet bijvoorbeeld denken van Koeken heeft een tijd geleden een robot op de markt gebracht. Die staat bijvoorbeeld in Legoland. Een robot met daarvoor aan een stoeltje, twee mensen erin. En hij maakt gewoon een bewegingsprogramma. Van heel rustig, voor kleine kinderen. Tot op een gegeven moment dat je zegt van, oeps, nog net voor de grens van het overgeven. Dus het is echt heel divers. De medewerkers, zoals Irsa de robot zelf noemt, blijven niet alleen in Nederland, maar worden zelfs verkocht aan landen als India en Turkije. Maar hoe bereik je daar je klanten? Maar we werken ook op een gegeven moment met ons netwerk. En een netwerk op een gegeven moment hoofdzakelijk in Duitsland en in België. Van waar grotere firma's zitten die wat alleen maar handelen in robots en handelen in gebruikte apparatuur. Van die krijgt een aanvraag bijvoorbeeld uit India van ja, we moeten gaan automatiseren. Kunnen we eens een keer bij jullie komen kijken? Nou, van, omdat die alleen maar het netwerk hebben van in- en verkoop, hebben ze geen technische ondersteuning. Dus dan komen ze bij ons terecht. We hebben daar eigenlijk een soort samenwerkingsverband mee. De wereldwijde crisis heeft weinig invloed op de tweedehands robotindustrie. Nou, wij zien op een gegeven moment van de positieve kanten van de crisis. Op een gegeven moment van, helaas voor sommige bedrijven gaan ze over de kop waar dan een robot staat. Niet wat wij kunnen gebruiken voor het herinzetten van die robot. Maar we zien ook op een gegeven moment dat er industrieën zijn waar ze echt moeten gaan bezuinigen ten gevolge van de crisis. En wat doen ze? Automatiseren met een industriële robot.